eventjes tussendoor ook weg geweest. Want jullie weten dat ik vorige week de ambulance hier voor de deur had staan voor mijn buurman, die toen af is gevoerd. Hij kwam vanmiddag gelukkig weer terug met een taxi, dus ik ben even bij hem geweest. Kijk hoe het ging en wat hij nou eigenlijk mankeerde, bla 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 bla. Dus ja, dat hebben we even gedaan allemaal en ik heb zijn telefoonnummer. Ja, we zijn buiten aanbeland. En kijk, nou zien jullie allemaal die gekleurde dingetjes op mijn huis. Zo, lieve vrienden, een hele goede morgen. Ja, reeds wel. En het is de 19e van de 12e 2022, en dat allemaal op een maandag met het triest, vies, koud, rot weer. Ja, en er wordt heftig gewerkt, er is ook een stofzuiger hier beneden, dus ja. Dan is Wilma weer in huis. Ja, zie ik het weten. En het is 10:57 uur. Ik ben ook al met de meisjes uit geweest. Ja, ook al gebeurd. Ik heb koffie voor mijn neus staan, dat staat af te koelen. En ja, we gaan er gewoon weer tegenaan vandaag. Ik moet sowieso renderen en editen, et cetera. Ja, anders komt dat ook niet voor de boeg. Maar in ieder geval, het is koud, het waait hard, het is bagger weer, het is vies weer, maar het vriest niet meer. Nee, de vorst is weg. Het is 7 graden en de gevoelstemperaturen waren 2 graden. Ik zal weer vragen, kijken hoe het nou is. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? In Den Helder is het op dit moment 8 graden. Vanwege de wind op dit moment is de gevoelstemperatuur 4 graden. Vanwege de wind, de gevoelstemperatuur 4 graden. Maar het is 8 graden. Nou, helemaal top. Helemaal geweldig. Ja. Maar ja, inderdaad, de wind die doet het hem, hè. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van je dag. Doe het met een lach. Gaan wij hier aan deze kant ook doen. Maar dat staat nergens op. Ik weet niet wanneer ik dat eventjes weer bij ga kleuren met de masker. Want ik wil de masker er even in doen. Maar ik moet ook eigenlijk nog kaarten wegbrengen. Ja, en ik moet geloof ik ook nog kaarten schrijven. Maar ik weet het allemaal zo op mijn hoofd niet. Dus dat moet ik eventjes nog nachecken. Ja, maar het komt allemaal goed. En we gaan er gewoon voor. Ik zou zeggen, lekker genieten. En met ons meegenieten. Ja, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Een hele tijd niet meer de camera erbij gepakt. Ja. Vanochtend. En nou ja, Wilma is dus geweest. En dat weten jullie allemaal. En ik was met een vlog begonnen toen zij hier nog was. En dat was van donderdag 15 december. Dat ze dus bang was vanwege de gladheid. Weten jullie nog? Enkel, ik had toen een verkeerde naam. Claudia. Nou, dat heb ik hem boven neergezet. Dat ik een foutje had. Maar ja, waar je hart voor vol is, hè, daar... Daar praat je meer over, ja. Maar in ieder geval, ik heb hem nou net naar YouTube gebracht. Want ik heb er lekker op mijn dode akkertje er wat van gemaakt. En ik heb telefoontjes doorgehad. En ik ben nog eventjes tussendoor ook weg geweest. Want jullie weten dat ik vorige week de ambulance hier voor de deur had staan. Voor mijn buurman, die toen af is gevoerd. Hij kwam vanmiddag gelukkig weer terug met een taxi. Dus... Ik ben even bij hem geweest. Kijk hoe het ging en wat hij nou eigenlijk mankeerde. Bla, 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 bla. Dus ja, dat hebben we even gedaan allemaal. En ik heb zijn telefoonnummer. Enkel, ik moet die van mij weer even aan hem geven. Maar dat komt wel. En het heeft ik zou vanmiddag ook weg. Nou, daar ben ik niet aan toe gekomen. Ook omdat ik nou maar net klaar ben. Maar ook omdat... het de hele tijd heb geregend en heb gespoeld. Het is nou droog. Ik was me nu aan het klaarmaken om met de meisjes te gaan lopen. Ik denk, oh ja, ik zal eerst jullie er even bij pakken.
Dus ja, vandaar dat we gaan nou even lopen. En als ik terugkom en ik heb de meisjes weer afgekoppeld, dan pak ik jullie weer en dan ga ik weer even naar buiten. En dan zal ik het jullie weer laten zien wat op mijn huisje is gericht. Want ja, wel een rood groen lampje. Maar ja, wat doet dat rode en dat groene lampje nou? Nou, dat laat ik jullie straks wel eventjes zien. Dus ik zou zeggen, tot straks en geniet gewoon verder van je namiddag. Want dat is het, want het is inmiddels 16:35. Dus ik zou zeggen, geniet ze. En ik ga straks ook mijn haren doen, dus ik ben straks ook weer make-uploos, et cetera. En dat komt dan gewoon omdat ik mijn haar ga doen. Ja, dan weten jullie dat, voordat ik vanavond ook weer terugkom. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet met ons mee. Ja, we zijn buiten aanbeland. En kijk, nou zien jullie allemaal die gekleurde dingetjes op mijn huis. Leuk, hè? En dan komt dus van dat ding af, ja. Zo, dan gaan we weer naar binnen. En dat is mijn krans en daar heb ik dus nou verlichting langs. Ook naar boven toe, naar binnen toe en aan de binnenkant hangt het bakje in plaats van in de krans. Ja, echt. Ik vind het toppie gedaan. Kijk, en daar hangt dat bakje. Ja. Even naar binnen, daar zit Elwin. We zijn net thuis. Gaat je de jas nog aan? Kijk, hier hangt een bakje. Daar heb ik de veiligheidsspeld. Ik heb een lusje in het draadje gedaan. Veiligheidsspeld door die lus opgehangen. Plakband. Deze ik met plakband aan de lint vast, het bakkie. Dus ja, helemaal goed. Helemaal geweldig. Ja, helemaal geweldig. Hé, Rijka? Ik zeg maar ja tegen het leven. Nou, ik zal mijn jas uit gaan doen, want ik ben back af van het lopen. En dan kan ik weer even gaan zitten. En dan naar boven toe mijn haar doen. Dus ik heb nog wel drukjes. Ze zeggen, tot later. Zo, ja, ik heb het erin. Zoals jullie zien, ik zie er natuurlijk nog enkel helemaal niet uit, maar dat boeit me niet. Ik heb mijn oude monteur ook op, mijn oude bril. En nou wil er eentje erin. Dus ja, dat moet ik laten intrekken vanzelf. En ik ben niet zo stom dan... Zoals een heleboel dat doen, die doen het precies zoals het op de tube of op het doosje of waar dan ook op staat genoteerd. Want als je daar je eigen houdt, dan, nou, bij mij pakt het dan niet. Dan wordt het heel erg licht van kleur of hier en daar nog een blond plekje of wat dan ook. Ik laat het altijd helemaal langer zitten. Maar ja, wie ben ik en wie ben jij? Ja. Oh, is het zo? Nou, het zal als jij dat zegt. Ja. Dus ja, en ik heb de kattenbak even gedaan. Ik moet enkel de la nog leeghalen, maar dan moet ik verder bukken. En ik heb last van mijn maag, dus ik denk, kop morgen wel. Maar de kattenbak zelf is weer schoon. Ja. Want ja, dat wordt nou niet gedaan voor me. Daar baal ik van al mijn huishoudelijke zorgen die ik al versleten heb. Ja, ik heb verschillende bedrijven gehad, weet je, en ik heb, theezorg die mijn moeder ook had in Friesland, die heb ik ook gehad. En ja, toen dat fout ging omdat mijn man hier opgebaard lag, wouden ze niet komen te helpen. Ja, hallo, het moet schoon wezen hier, weet je. Maar dat wouden ze absoluut niet doen. En toen ben ik overgestapt naar MIEP. Nee, niet naar MIEP. ASA, altijd zorg aanwezig.
Maar ja, die zijn gefuseerd, die zijn weer samengegaan. En nou ja, dat liep allemaal zo om elkaar heen. Ja, en nou ben ik bij Miep, maar ook dat zint me niet. Nee, hoe ze daar te werk gaan, nee. Ik vind dat niet correct helemaal. Ook het bedrijf op zich, hè. Het gaat niet zoals het moet. Nee, ik vind dat niet netjes naar de cliënten toe, hoe ze daar te werk gaan. Maar ja, wie ben ik? Ik zou het heel anders aanpakken als het mijn bedrijf was. Ja, maar ja, het is mijn bedrijf niet. Dus ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van je dag. Doe het met de lach. Het is in ieder geval al... Nee, nog niet. Het is nog steeds namiddag, al is het tegen 6 uur. Ja, zolang het niet 6 uur is, is het namiddag. Het is 17:53. Het is nog een paar minuutjes namiddag. Maar in ieder geval, lieve vrienden, alle gekheid op een stokje. Ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appétit. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer aan het einde van de dag gekomen. Het is momenteel, we gaan ook even kijken op de telefoon. 1:07. Geeft hij aan, dus we gaan lekker naar bedje. En Elwin die zit hier trouw naast mij te wachten. En Rijka die staat te snuffelen en te doen. Dus ja, dat dus. En uiteraard is Gandalf al op boven. Maar ja, we gaan gewoon lekker slapen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, graag tot aan de andere kant van de nacht.